De 14 beste keurturners van het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond kwamen uit in de jaarlijkse wedstrijd om het landskampioenschap, die ditmaal in de Stadsgehoorzaal in Leiden gehouden werd. Deze ontmoeting van de hogeschoolturners werd onder meer door het prachtige ringenwerk van Wim Groeneveld een fraai stuk propaganda voor de gymnastiek. De zeer beheerste krachttoeren van de Haagse gymnast baarden zeer veel opzien. Op dit nummer deelde Groeneveld de eerste plaats met de Enschedeër van Galen, die bij het brugturnen een hoogstaande prestatie leverde. Deze oefening bracht Van Galen een eind verder naar de tweede plaats die hij in de eindklassering bereikte. Aan het hoge rek vertoonde zijn stadgenoot Mijnen prima werk. Terecht rekten zich de halzen toen Mijnen dit onderdeel van zijn optreden beëindigde met een achterwaartse schroefsalto, hoewel deze ten dele mislukte. De man die in de afgelopen 4 jaar telkens weer de landstitel veroverde, Klaas Boot uit Alkmaar, was ook nu weer in grootse vorm. Vooral zijn paardvoltigeren was af. Boot, die al in de halve finale de eerste plaats had bereikt, stond deze niet meer af. En hij slaagde erin voor de 5e achtereenvolgende maal kampioen van Nederland te worden. Dankzij Klaas Boot ging de victorie dus weer naar Alkmaar.